Bismillah, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, beste broeders en zusters. Wij heten jullie weer van harte welkom bij de nieuwe aflevering Wa Dhikr en Faman. Inna alhamdulillahi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وخال إن شاء الله تعالى مكاويد هي غنغة أن الله سبحانه وتعالى وخال إن شاء الله هبا over goed gedrag. Maar voordat ik daarmee ga beginnen, wil ik aangeven dat de islam namelijk rechten kent. Zowel eerst het recht van Allah subhanahu wa ta'ala en het recht van jezelf, of het recht dat jij op jezelf hebt, en het recht van jouw medemens. En het recht van jouw medemens, mens, dat is eigenlijk een soort husnul khuluq, oftewel een goede omgang hebben met jouw medemens. En dit zit allemaal in één hadith aan Abi Dhar Jundub ibn Junada wa Abi Abd al-Rahman Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhuma aan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal ittaqillaha haythuma kunt wa tba'i sayyata al-hasana tamhuha wa khaliq an-nasa bi khuluqin hasan. En de hadith is overgeleverd door Tirmidhi en hij heeft hem sahih verklaard. Oftewel, de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt: vrees jouw Heer waar jij ook maar bent. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt at-taqwa. At-taqwa houdt namelijk in dat wij angst hebben voor de bestraffing van Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. En dat wij hem gehoorzamen in datgene wat hij ons heeft opgedragen, hopend op zijn paradijs. En dat wij ons voorbereiden op yawm al-qiyamah, en dat wij tevreden zijn met weinig. En vervolgens zegt hij: en laat een goede daad op een slechte daad volgen. Laat een goede daad op een slechte daad volgen. Alsof de profeet sallallahu alayhi wa sallam hier aangeeft van: iedereen maakt fouten. En dat heeft hij ook namelijk in de hadith gezegd: alle kinderen van Adam maken fouten. En de beste onder hun zijn diegenen die in berouwvol terugkeren naar Allah subhanahu wa ta'ala. En wat is beter dan dat jij gelijk een goede daad gaat verrichten, zodat zij namelijk die slechte daad gaat wegwissen. En dat wij een goede omgang moeten hebben met de medemens. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. En laat een goede daad op een slechte daad volgen, zodat ze haar wegwist, geeft te kennen dat het eigenlijk, zeg maar, het recht wat jij op jezelf hebt, is dat jij jezelf geen onrecht aandoet, beste broeders en zusters. Want wallahi, geleden hebben gezegd: wanneer iemand zondigt, hij heeft pijn. Hij leidt een verschrikkelijke leven. Hij heeft geen waardering bij de mensen. Mensen zien hem als iemand die niets waard is. Hij heeft geen waarde, zelfs niet bij Allah subhanahu wa ta'ala, bij de mensen niet. Dus wees goed voor jezelf, verricht goede daden en neem afstand van slechte daden. Mocht je daarin vallen, verricht een goede daad om slechte daad te wissen. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: en taqwa hebben moeten wij overal hebben, waar wij ook maar zijn. Want Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran: wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Oftewel, Allah subhanahu wa ta'ala, hij is met jullie waar jullie ook maar zijn. En Allah is alziend over wat jullie doen. Wat wij doen, of dat in onze huizen is, of buiten onze huizen, of op het werk, of op school, daar moeten wij die taqwa hebben, beste broeders en zusters. En het is niet zo dat wij alleen maar taqwa moeten hebben in de moskeeën. Of wanneer jij bij jouw vrienden bent waar jij heel veel om geeft. Maar ook met jouw medemens moet jij ook taqwa in hebben. Want een goede omgang met jouw medemens is ook een vorm van taqwa.
Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de islam, of in de Koran, en treedt de islam volledig binnen. Het is niet zo dat wij kunnen zeggen, het geloof zit in het hart. Of ik ben iemand die het qiyam al-layl, het nachtgebed verricht. Glas, ik ben er. Nee, je moet heel die pakket pakken. Je moet zowel vrees voor Allah subhanahu wa ta'ala hebben, als dat jij een goede omgang hebt met jouzelf, als met jouw medemens. Je moet die pakketje compleet maken, zodat jij het paradijs gaat krijgen. Van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, toen ze hem vroegen, ja Rasulullah, wat is datgene wat ons het paradijs doet binnentreden? Hij zei, het taqwa wa husn al-khuluq. Oftewel, taqwa, wat ik jullie net heb uitgelegd, en een goede omgang. Als wij ons kleden met deze eigenschappen, zal ons niet deren. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala, men yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wie taqwa heeft, vrees voor Allah subhanahu wa ta'ala, Allah zal voor hem een uitweg maken in al datgene wat hij wenst. En hij zal hem dus voorzien van een plek die hij niet had verwacht. Wallahi, in het verrichten van goede daden schuilt veel goeds. En daarom moeten wij gelijk, wanneer wij een slechte daad hebben gedaan, om gelijk een goede daad te daarna volgen. Zodat zij haar weg wist. Waarom? Omdat wanneer jij een goede daad verricht, zet het jou weer aan om weer goede daden te verrichten. Totdat jij in zo'n cirkel bent, dat jij constant met Allah leeft. Maak je fouten, keer je weer terug naar Allah subhanahu wa ta'ala. En wees goed met de medemens. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. En heb een goede omgang met jouw medemens. Heel makkelijk uitgelegd. Heb een omgang met jouw medemens zoals jij wenst dat zij met jou omgaan. Wallahi, wanneer wij zo met onze broeders, zusters, met onze ouders vooral, dat zal ik inshallah ook zo meteen over hebben. Wanneer wij een goede omgang met hun hebben, zullen ze ook een hele goede omgang hebben. Stel je eigenlijk voor je ouders. Wanneer jij binnenkomt, jij kust hun hoofd. Jij vraagt hoe het gaat. Jij wil hun helpen. En ze zeggen op een gegeven moment tegen jou, o mijn zoon, mogen Allah barak in jou doen. Geloof mij man, jouw staan en jouw gaan is in de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Het enige wat jou zou overkomen is alleen maar het goede. En daarom zien wij ook het woord al-ghalq en je hebt het woord al-ghuluq. En het woord al-ghalq is eigenlijk het uiterlijk. En innerlijk is al-ghuluq. Oftewel, eigenlijk goede gedrag. En het moet zowel innerlijke als uiterlijk. En wat zijn nou, wat is nou goed gedrag? En wallahi, als je jezelf afvraagt wat goed is, zoals ik net heb gezegd, dan weet je wat goed is. En datgene wat goed is, is datgene waar jij van houdt, wanneer de mensen dat bij jou doen. En zo moet jij ook met hun omgaan. Zoals namelijk eerlijkheid, beleefdheid, zachtmoedigheid, vriendelijkheid, mooie woorden kiezen, wees positief, wees niet negatief. Van tegenovergestelde van dat is jaloezie, is haat, is afgunst, jegens jouw broeder, slecht omgaan op een manier die niet gewild is, ander uitlachen en ga zo maar door. Die doet hun gewoon pijn. Wallahi, deze eigenschappen, mochten wij hier afstand van hebben genomen, vooral in zo'n land als Nederland, dan zouden zij ook allemaal moslim zijn geworden. Zoals dat namelijk ook gebeurd is in Indonesië. Van de metgezellen zijn daar op zakenreis geweest. En middels hun goed gedrag zijn ze allemaal moslim geworden. En daarom zien wij, subhanallah, niet dat de Saoedi, zeg maar, groot islamitische land, niet Marokko, niet Tunesië, maar Indonesië. Hoe komt dat? Middels onze geliefde metgezellen die een goede omgang met hun hadden. En zij nodigden hun niet eens uit. Want wanneer jij een ander aanspoort tot het goede en je wilt tegen iemand zeggen, laat dat, doe dat niet, heb taqwa. Wallahi, wanneer jij dat zelf niet doet en wanneer jij geen goede omgang hebt, zullen ze het niet van jou accepteren. Van datgene wat uit het hart komt, raakt ook het hart. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, al-birru husnul khuluq. Oftewel, rechtschapenheid behoort tot een goede karakter.
En zonde is datgene wat je innerlijk onrustig maakt. En waarvan je niet graag zou willen dat de mensen hier te weten zouden komen. Subhanallah. Rechtschapenheid behoort tot een goede karakter. En we kunnen ons afvragen van, ja, maar sommigen hebben het van Allah subhanahu wa ta'ala gekregen. Ik heb het niet. Hij is iemand die geduldig is. Ik heb geen geduld. Maar geloof mij maar, je hebt twee soorten. Eentje moet jij trainen en één heb je van Allah subhanahu wa ta'ala gekregen. En daar moeten wij dankbaar voor zijn. Het kan zo zijn dat iemand, subhanallah, hij is altijd geduldig. Hij is altijd dankbaar. Maar de andere niet. Maar die andere die zich daarvoor gaat inzetten en zichzelf die eigenschappen gaat in, zeg maar, heeft hij meer belonen dan diegene die het van Allah subhanahu wa ta'ala heeft gekregen. Dus wanneer jij meer jouw best daarvoor gaat doen om deze eigenschap te krijgen, zal jij daar meer voor beloond worden. En geloof mij maar, niemand is perfect geschapen. Wij zijn mensen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, alle kinderen van Adam maken fouten. Alle kinderen van Adam maken fouten. Wij zijn mensen, wij maken fouten. Maar de beste onder hun is die zijn fouten erkent en daar afstand van neemt en vervolgens aan Allah subhanahu wa ta'ala vraagt, vergeef mij. Of wanneer hij dat bij zijn vriend heeft gedaan, of zijn kennis, dat is een excuus gaat aanbidden. En dat hoort ook bij een goede gedrag. Dus wij kunnen het ons wel trainen. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, as-sabru bit-tasabbur. Geduld krijg jij middels jezelf op te stellen als iemand die geduld heeft. Al heb je het niet, je kan het jezelf aanleren. En al die andere goede eigenschappen, zoals dus niet vloeken. Je kan tegen mij niet gaan zeggen, bij wijze van spreken, dat jij zo geboren bent. Nee, dat heb je ook aangelegd van jouw jongens, jonge jaren. Heb je op straat gehoord, dat heb je gezegd. Nee, wij moeten ons aanleren om daar afstand van te nemen. Wij moeten besef hebben dat dit iets wat ons dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala brengt. Maar nu is de vraag, wie is diegene waar ik mee de beste omgang moet hebben? Wie is diegene die op de eerste plaats komt waar ik een goede omgang mee moet hebben? Wie is dat? Is dat mijn vrouw? Zijn het mijn kinderen? Zijn het mijn broeders? Is het mijn moeder? Is het mijn vader? Wie is dat? De profeet sallallahu alayhi wa sallam, op een dag kwam iemand naar hem toe en hij zei tegen hem, ja Rasulullah, wie is diegene waar ik een goede omgang mee moet hebben? En de profeet sallallahu alayhi wa sallam antwoordde, jouw moeder. Hij zei, wie daarna? Hij zei, jouw moeder. Hij zei, wie daarna, ja Rasulullah? Hij zei, jouw moeder. Toen drie keer toe. Toen zei hij, wie daarna, ja Rasulullah? Hij zei, jouw vader. Hier zien wij dat wij namelijk een goede omgang moeten hebben op de eerste plaats, nadat wij Allah subhanahu wa ta'ala en zijn boodschapper hun recht hebben gegeven, dat wij onze ouders hun recht moeten geven. En vooral bij jouw moeder. Maar wallahi, het antwoord heb jij. Wallahi, als je gaat nadenken hoe jij bent grootgebracht en vooral de periode van 9 maanden in de buik van jouw moeder, die alle pijntjes heeft moeten doorstaan voor jou, om jou groot te brengen. Wallahi, zijn wij wel dankbaar jegens onze moeders? Hebben wij wel, wallahi alaikum, hebben wij wel een cadeautje voor mijn moeder gehaald? Wij zijn moslims, voor ons is het elke dag moederdag. Zij heeft elke dag voor jou lekker eten. Kun je je voorstellen, toen jij nog een baby was, dat jij in jouw wieg lag, in jouw bedje, midden in de nacht. Jij staat op van de honger. Wallahi, zij staat gelijk op alsof zij helemaal wakker is. Maar zij heeft niet genoeg geslapen. Maar puur voor jou. Puur voor jou, beste broeders en zusters. Wees goed voor jullie moeder. Wallahi, wees goed voor jullie moeder. Wees goed voor jouw vader. Gehoorzaam jouw vader. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, Ante wa maluk, li abik. Jij en jouw rijk zijn voor jouw vader. Subhanallah. Wallahi, het welslagen van jou in jouw wereldse zaken, wat je ook maar wenst, ligt in de handen van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar hij heeft ook sebeb gedaan als ouders. Wanneer jij goed voor hun bent, wallahi, wens jij om een directeur te zijn, dat zal jij bereiken. Wens jij om een geleerde te zijn, dat zal jij bereiken. Zoals op een dag een geleerde, die niet in zijn gedachten had om een grote geleerde te worden,
Maar hij was altijd in de gehoorzaamheid van zijn ouders. Hij liet zelfs kennis opdoen. En hij hielp zijn ouders. En dan zijn verhaal over de geleden hoe zij met hun ouders omgingen. Tot op een dag hebben ze hem gevraagd om eigenlijk, zeg maar, les te geven in de moskee uit een boek. Hij stond daar versteld en hij zei, wallahi, dit is middels mijn ouders. Dit heeft mijn vader gezegd. Waarom? Omdat hij zo'n goede omgang had met zijn vader, dat elke keer wanneer hij bij hem kwam, dat zijn vader of zijn moeder tegen hem zei, mogen Allah tevreden met je zijn. Geloof mij maar, waar je ook maar bent, je bent in de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. En zo ga je namelijk weer verder. Deze gedrag moet jij ook tonen in jouw huis. Met jouw vrouw, met jouw moeder of met jouw kinderen. Kus hun, omhels hun, speel met hun. Wees aardig voor hun, geef mooie woordjes naar hun. Wees niet de tyranniek in huis. Wees niet de faraoon in huis. En in de moskee, net Abu Bakr. Maar als je thuis bent, wallahi, dan hoor je gewoon kinderen die in alle hoeken vluchten. Vrouw die gewoon niets te zeggen heeft. En wanneer jij het huis uit bent, dan is het feest. Kinderen zijn aan het lachen. Wallahi, wees iemand wanneer jij binnenkomt dat jouw kinderen naar jou rennen. Jou omhelzen, jouw hoofd kussen, beste broers en zusters. Wees goed voor jullie vrouwen. Dat is ook wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. Hij zegt, khairukum, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Hij zegt, de beste onder jullie is degene die goed is voor zijn vrouw. Hij zegt, en ik ben de beste onder jullie voor zijn vrouwen. Laten we het voorbeeld van de profeet sallallahu alayhi wa sallam zoals Allah subhanahu wa ta'ala over hem heeft gezegd, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Oftewel, de vertaling, en voorwaar jij beschikt over een hoogstaande karakter, Allahu Akbar. En daarom, wallahi, het is een eer om de profeet sallallahu alayhi wa sallam te volgen. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Er is een goed voorbeeld voor jullie in de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Kijk maar hoe hij was met zijn kinderen. Kijk hoe hij was met zijn vrouwen. Kijk hoe hij was met de medemens. En zo ook met jouw kinderen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, op een dag kuste hij een van de kleine kinderen, al-Hassan of al-Hussein. En daar kwam een man, hij zei tegen hem, doe jullie kinderen kussen? Hij stond daar versteld. Zo van, dat is niets mannelijk. Hij zegt, kus jullie kinderen? Hij zei, ik heb 10 kinderen. Geen een van hen heb ik gekust. En weet je wat het antwoord was van de profeet sallallahu alayhi wa sallam? Hij zei, kan ik daar wat aan doen dat Allah zijn barmhartigheid uit jouw hart heeft weggehaald? Subhanallah. En deze man dacht dat hij een man was die een goede omgang had, dat hij de mannelijk in zich had, de mannelijkheid in zich had. Wallahi. Degene die een goede omgang heeft, waar hij ook maar is, en het taqwa voor Allah subhanahu wa ta'ala. En hij is ook iemand die zichzelf geen onrecht aandoet. En wanneer dat toch gebeurt, hij gaat gelijk een goede daad verrichten, zodat zij haar weg wist. Of dat ze deze wist. Ik zal een voorbeeld geven van een zuster. Dit heeft een sheikh van heeft verteld. Want we hebben ook namelijk na onze gezin, hebben ook onze medemens, onze buren. En onze buren, onze broeder. Dus Allah, pas geleden heeft hij het daarover. Dus dat zal inshallah allemaal uitgezonden worden. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, op een dag kwam hij op straat en hij zag een paar jongeren staan. En hij zei op een gegeven moment tegen hun, is het niet beter te verzamelen in een van jullie huizen? Zij zei, ja Rasool, we hebben geen andere plek. Toen zei hij tegen hun, ken jullie dan het recht van de straat? Subhanallah, zo zie je maar, de islam geeft iedereen zijn recht waar hij het recht op heeft. Wallahi, mochten wij deze hadith in praktijk brengen, zouden wij geen probleem hebben met onze jongeren op straat. Wallahi, heel de mensheid zal veiligheid voelen bij de moslims. Gelet op wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam vertelt, hoe hij hun onderwijst. Hij zei, het recht van de straat.
is dat jij je ogen neerslaat. Wanneer de mensen dus voorbij lopen, staan hun niet aan. Vooral als vrouwen of andere mensen langslopen, dat jullie niet constant naar hun gaan zitten kijken. En je ziet ook heel vaak vandaag de dag mensen, op een gegeven moment, die hangt op straat. Die staat bij winkelcentrums en die staat bij winkels. En dan komt iemand langs met boodschappen en ze zitten hem aan te kijken. Alsof hij iets heeft gedaan. En dan kijkt hij terug, wat kijken jullie? En dan krijg je op een gegeven moment oneindigheid. Wat kijk je? En dat gaat uit de hand lopen. En dat is wat de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt. Mocht jullie buiten staan, sla jullie ogen neer. En hij zegt gelijk daarna. En val anderen niet lastig. Jij moet juist in tegendeel zijn. Jij moet juist mensen die lastiggevallen worden, juist verdedigen. Want dat valt onder al-amr bil ma'ruf en nahi aan al-munkar. Dat zal de profeet sallallahu alaihi wasallam ook zeggen. Dat jij het goede opdracht en het slechte verbiedt. Hij zegt daarna vervolgens en het beantwoorden van de groet. Wanneer ze jou groeten, al zegt u hoi. Moslims zeggen tegen elkaar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En de beste onder hen is diegene die begint met assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leer dit jullie kinderen, beste broers en zusters. Laat ze deze groet zeggen. Van dit is de groet van de islam. En wanneer jij dit zegt, doe jij ook dua voor hen. Van er zit salam, zit rahma, zit al baraka in. En vervolgens, dus hier zegt hij de groet. Al zegt een of andere niet-moslim, hoi, zeg gewoon hoi. Goedendag, daar is niks mis mee. Dat is een goede omgang. Lach, glimlach, is een vorm van sadaqa, is een vorm van liefdadigheid. Hij zegt, moedig anderen om het goede te verrichten. Dat is een vorm van amr bil ma'roof. Je moet hun aansporen om het goede te verrichten. Je moet hun vertellen dat ze afstand van het slechte moeten nemen. Dus hun aanraden om ver uit de buurt te blijven van datgene wat slecht is. En ik zal jullie nu een voorbeeld geven van een zuster die een sheikh heeft verteld. En dit verhaal, of deze verhaal, is in België gebeurd. Is dat een zuster met haar kinderwagen over de zebrapad liep. En volgens kwam een niet-moslim aan op de fiets, Allah ta'ala, als ik me goed vergis, en ze botste bijna tegen elkaar. Maar deze moslima, mocht Allah subhanahu wa ta'ala haar paradijs geven en haar begunstigen met haar mooie daad. Gelet op haar daad, beste broers en zusters. En jullie zullen ook gelijk de resultaten daarna zien. Deze zuster, masha'Allah, wallahi, masha'Allah, mocht Allah subhanahu wa ta'ala haar en haar man haar kinderen in het paradijs verzamelen met de profeet, met de oprechte. Die vrouw, toen ze bijna tegen elkaar botste, zij begon haar uit te schelden. Jij, allochtoon, achterloze, gesluierde, onwetende, jij, ze was haar gewoon helemaal aan het uitschelden. Kijk, doe toch normaal, ga terug naar je eigen land, enzovoorts. Maar deze zuster, masha'Allah, wallahi, dit is een gedrag. En ik spreek mijzelf hier op de eerste plaats. Wallahi, die heeft een hoge rang bij Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, als wij dit bereiken, hebben we echt een hoge rang bij Allah subhanahu wa ta'ala bereikt. Zij glimlachte terug. Ze had gewoon een glimlach op haar gezicht, beste broers en zusters. Maar weet, wanneer jij iets meemaakt, weet dat de anderen jou zien. Maar weet op de eerste plaats dat Allah subhanahu wa ta'ala jou ziet. Verderop was een andere Belgische vrouw, die was aan het kijken wat zij nou gaat doen. En toen zij zag dat zij aan het lachen was, toen ze haar versteld, dan dacht ze van, wat een aparte, wat een domme rik. Zij wordt uitgescholden en ze lacht nog terug. Subhanallah. Zij denkt, ik ga het even vragen. Zij is naar haar toe gegaan en zij zegt tegen haar, heb jij niet gehoord wat die vrouw tegen jou heeft gezegd? En zij antwoordde met een duidelijke taal, ja, in het Belgisch. Ik heb het gehoord. Maar je hebt helemaal niets teruggezegd. Je was gewoon aan het lachen. Zij zei, dit is wat de islam mij opdracht. Om een goede omgang te hebben met mijn medemens. En wat denken jullie dat met die zuster of met die vrouw is gebeurd? Zoals de sheikh had verteld, zij is middels haar moslima geworden. Wallahi, de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, dat iemand middels jou geleid wordt, is beter voor jou dan het hele wereldse leven.
En zo, beste broeders en zusters, hebben wij eigenlijk iedereen zijn recht gegeven waar hij het recht op heeft. Ik zal het hierbij laten. Jazakumullahu anna khair al-jaza. Volg ons elke week inshallah vanaf 7 uur. Wa dhakkir en vermaan. Barakallahu fikum. Allahumma salli wa sallam wa zid wa barak ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa min wala subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.